Goedemorgen allemaal, welkom bij Floriade Preview Center. We zijn hier vandaag bij de Floriade in het Floriade Preview Center. En we hebben hier vandaag een kick-off met alle nieuwe jonge talenten die betrokken zijn bij Floriade. Bij de kick-off heten we eigenlijk alle nieuwe studenten welkom. Die of een stage gaan lopen, of die een opdracht doen, of die een afstudeeronderzoek doen voor de Floriade. En we vertellen ze over de Floriade en ook over wat ze kunnen verwachten van Floriade Academy. We proberen iedereen een goed beeld te geven met een presentatie. We doen ook een rondleiding. En die rondleiding is in een treintje langs de randen van het terrein. Om een beeld te krijgen van hoe groot het hier wordt. En wat de gave dingen hier allemaal gaan gebeuren. Ik ben Mika, 22 jaar. En ik doe de opleiding Leisure and Hospitality. Ik zit nu op het ERIS VMBO. En het is een zesjarige opleiding waar je dan 4 jaar VMBO doet en dan 2 jaar MBO. Ik kom stage lopen als onderzoeker leefomgeving. En ik kom een onderzoek uitvoeren voor mijn school. Bij de Floriade hoop ik vooral heel veel te leren, te netwerken en connecties te maken die ik eventueel in de toekomst kan gebruiken. Ons doel is vooral, denk ik, het in de praktijk brengen van wat we allemaal leren. Want dit is de eerste opdracht echt in een organisatie. Dus dan is het wel belangrijk dat we wat we leren natuurlijk goed kunnen overbrengen. Dus ik denk dat dat ons grootste doel, uitdaging is. Dit is de eerste keer dat ik echt in het diepe word gegooid tijdens een stage. Dus ik ben al echt begonnen met de customer journey aan het invullen. Dus ja, wat ik heel erg naar uitkijk is dat ik echt zelf helemaal verantwoordelijk ben voor een project. Dus dat is wel heel gaaf. Ja, studenten die gaan nu natuurlijk zo'n 20 weken aan de slag met opdrachten. En ook met hun stages. En wat we hopen is dat ze aan het eind van die 20 weken hebben ontdekt waar ze ontzettend veel energie van krijgen. Waar ze goed in zijn. Wat ze ook helemaal niet leuk vinden. Want dat is ook goed om te ontdekken. En ik hoop dat ze iets hebben opgeleverd of een bijdrage hebben geleverd waar wij heel blij mee zijn als Floriade. Maar ook waar zij heel trots op zijn.